Annie Terlee, heel vriendelijk bedankt. En als wij Annie bedanken, dan bedanken we natuurlijk ook een beetje Rens. Er is mij de laatste dagen ontzettend veel tegemoet gekomen en begon gisteren met een obade van een Doetman en een Shantikoor. Dat weet ik nog mooi hebben. Om 10 uur reeds werd ik verwekt door het bedanken van dit gezelschap. En het was een feest om mee te maken, het was bovendien mooi weer. En daarna ben ik naar Golo gegaan waar ik DVD werd overhandigd aan mij. DVD overhandigd met alle jonge bands. En dat was ook een openbaring voor mij, want die muziek van die mensen die kende ik niet, maar die was wel heel goed gedaan. En er waren nummers bij van mij die ik eigenlijk bijna niet meer herkende. Dat vond ik heel verfrissend. Daarna kreeg ik een foto van teksten van mezelf overhandigd door een mevrouw van Van Gogh, de koninklijke Van Gogh. Dat samenstellen was een tekst door mezelf en fotografie van Louis Leuk, van ook een fantastisch boek. En als pleister gevonden voor niet gekregen CD of LP, waar toen was geluidraad zouden zijn, kreeg ik ook nog een terugwerkende kaart, een gouden plaat. Bovendien was een week voor het QB-museum geopend en daar hebben heel veel mensen aan meegewerkt. Ik zou zeggen, de Drenthe vinden, die kunnen wel wat. Wij zijn vaak wat te bescheiden, dat ben ik met Daniel Loewes eens. Dat wij niet zo te veel meer de post vooruit lopen, maar als ik ze ergens voorzet, dan gebeurt het ook. Ik ben eigenlijk heel erg overrompeld door hetgeen mij aan mij geschied is, dus de laatste dagen. Ik kom een beetje moeilijk uit de woord vandaag, dit is nog heel lang. Maar ik moet je wel vertellen dat het mij heel veel heeft gedaan en dat ik ook Jan vandaag weer en alle mensen, en dat geldt al voor al die projecten, die bij deze heel hartelijk wil bedanken, want ik voel mij zeer vereerd, maar ook een beetje klein aan mij. Dank u heel vriendelijk, Drenthe. Yeah.
Het wijland staat in brand. Het verstand gillen neus.